Lily en Howick mogen blijven. Hey. Maar hoe is dat zo gekomen? En toen barstte er een enorm emotioneel debat los in het land, op de sociale media. Wat een godspus, ze mogen bij mij onderduiken. Iedereen die hen aangeeft is een NSB'er. Dat is nogal een pittige uitspraak. Ja, maar ik neem er geen woord van terug. Als we dat met kinderen doen, ik schaam me echt mijn ogen uit mijn kop. Twee kinderen, ik smeek het u. Nou begrijp ik dat Lily en Howick, twee Armeense kinderen die hier al 10 jaar wonen, bijna hun hele leven, nu het land uit worden gezet. Wauw, als zelfs de lama's zich ermee gaan bemoeien. Mag ik horen uit het publiek, een veilig land? Armenië? Ja, nee, daar kan ik geen seksgrap mee maken. Calcutta, lekker. Hey. Dat is geen land. Heel Nederland stond op de barricade, maar de rechter was onverbiddelijk. Op basis van de Nederlandse wet moesten Howick en Lily het land uit. Maar toen gebeurde dit. De kinderen die vandaag zouden worden uitgezet naar Armenië worden vermist. Ze liepen vannacht weg bij familie in Wijchen in Gelderland. En sindsdien is er geen spoor van ze. En weglopen, jongens en meisjes, dat mag natuurlijk niet. Maar man, het werkt wel hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Een kort extra journaal in verband met de zaak van de Armeense kinderen Lily en Howick. Ze mogen blijven. In Den Haag verslaggever Ron Vreese. Ja, Ron, dit is groot nieuws. Dit is echt ongelooflijk spectaculair nieuws. Ongelooflijk spectaculair nieuws. Maar ook ongelooflijk verwarrend nieuws. Want mochten ze nou blijven omdat ze zichzelf in gevaar hadden gebracht? Volgens de staatssecretaris is de ommezwaai nodig voor de veiligheid van de twee kinderen. Ja, dus toen ze zichzelf in gevaar brachten, mochten ze ineens blijven. Maar dat klinkt bijna alsof de Nederlandse staat vatbaar is voor chantage. Dus ik heb voor de zekerheid gisteren dit op mijn autootje geplakt. Ik mag 150, anders stop ik met douchen. Ik krijg nooit meer een boete. Gaat zeker werken. Maar in werkelijkheid heeft staatssecretaris Harbers dat weglopen natuurlijk gebruikt om toch te kunnen toegeven aan de druk uit de media. Want die was gigantisch. Paul de Leeuw verwoordde het mooist, ik bedoel het snelst. Kinderen mogen geen leed hebben. Er moet geen leed bestaan voor kinderen. Het is afschuwelijk. Ja. Dat zeg ik als vader van kinderen. Dat is natuurlijk makkelijk. Maar ik denk, kinderen mogen geen leed hebben. Wat dan ook. Dat moet voorkomen worden. Dit is gewoon leed. Ja, volgens Paul de Leeuw is kinderleed heel erg. Je moet maar durven. En Paul de Leeuw is dan nog lief naïef, maar je hebt ook agressief naïef. Jesse Klaver, kan de staatssecretaris geen uitzondering maken voor deze kinderen? Tuurlijk wel. Maar dat wilde hij niet doen. Blijkbaar niet. Ik hoop dat hij zich super stoer voelt. Echt hele knap vindt. Twee kinderen zeggen dat ze weg moeten wezen. Ja, Klaver vindt dus dat Howick en Lily mogen blijven. Maar hoe komt hij eigenlijk aan dat standpunt? Howick en Lily mogen blijven. Oké, ja, nee, precies. Ja, ja, ja. Duidelijk. Maar wat zei Klaver nou precies? Ik hoop dat hij zich super stoer voelt. Echt een hele knap vent. Twee kinderen zeggen dat ze weg moeten wezen. Ja, Jesse Klaver die doet hier alsof staatssecretaris Harbers het leuk vindt om die kinderen uit te zetten. Alsof hij thuis komt en zegt: zo, schat, ik heb weer twee krijzende kleuters op het vliegtuig naar een kutland gezet, dus we gaan naar de lekkere Chinees. Terwijl de reden dat Harbers die kinderen ging uitzetten was dus een oordeel van de rechter op basis van de wet die democratisch tot stand is gekomen. Dat kun je alleen veranderen met een meerderheid in de Kamer, maar Klaver besluit in een talkshow vol op het emo-orgel te gaan over twee mediagenieke kinderen. En dat is fijn voor Lily en Howick, maar er zijn nog veel meer schrijnende gevallen. Bij mij Sophie en Marcelli, jullie komen ook uit Armenië, maar jullie wonen al heel lang in Nederland en eigenlijk precies in dezelfde situatie als Lily en Howick. Ook aanwezig hier in de studio, Goar van 11. Waarheen van 12, Marian van 13 uit Armenië, David en Emiel van 16 en Edgar van 19 uit Rusland. Edgar van 19. Klinkt niet heel Russisch, maar oké. Maar dit krijg je dus als media-aandacht het immigratiebeleid bepaalt. Het wordt dus een soort talkshow, pardon. En je ziet dat elk programma ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Want het zal je maar gebeuren dat Waarheen van 12 het land uit wordt gezet doordat je de hele uitzending wijde aan Frank Boeien die een liedje covert van Herman van Veen in de rubriek Guilty Pleasures van dode artiesten. Elk kind verdient een talkshow, pardon. Ik heb er zelf ook een paar zitten. Daar zitten ze. Hi, jongens. Hey. Hoi. Ja. Het zijn Malika van 12 en Jaro van 9. Jongens, niet door het verhaal heen schrijnen, hè? Niet door het verhaal. Ik ben aan het praten. Maar van de rechter moeten zij terug naar Jinek. Maar dat dat kan je ze toch niet aandoen? Ze spreken die taal niet eens. Maar dit is wel de kern van het probleem.
Het Nederland van Paul de Leeuw en Jesse Klaver, waar geen kinderleed bestaat en de staatssecretaris geen minderjarige het land uitzet, dat bestaat helaas niet. En het kan ook niet bestaan, want als je geen kinderen uitzet, stuur je dan de ouders wel weg. En dat is dan ook kinderleed. Dus dan mogen ook alle ouders blijven. Maar dat betekent dat iedereen met een kind, waar dan ook ter wereld, op een dag kan zeggen, nu gaan wij in Nederland wonen. En dan denk je, oh, gezellig. Maar dan heb je er nog niet zo goed over nagedacht. En het is ook onrechtvaardig, want bijvoorbeeld homo's hebben vaak geen kinderen. Dus het kan niet anders. Harbers moet mensen wegsturen en ook kinderen. Ik hoop dat hij zich superstoer voelt. Yes, sir, grow the fuck up! En ik snap dat je een ruimhartiger beleid wilt en snellere procedures. Maar zelfs als dat lukt, dan hou je altijd schrijnende gevallen die er net buiten vallen. Ook kinderen. En dan kun je nog zeggen, hup, stuur die naar Pauw. Maar die krijgen dan ook een pardon. Maar dan zijn er weer volgende kinderen die daar net buiten vallen. De kinderen die net niet schrijnend zijn. Maar oh, dat is pas schrijnend. En dan zeg je, het is toch fijn voor Lily en Howick dat er een uitzondering is gemaakt dankzij al die media-aandacht. Ja, tuurlijk. En hopelijk ook voor Malika en Jaro. Hou vol, jongens. Hou vol. Maar zo simpel is het niet. De Volkskrant schreef gisteren over medewerkers van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die kijken in eerste instantie of een asielzoeker hier mag blijven of niet. Zij zien de keerzijde van de plotselinge draai van Harbers. Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armenië. Volgens een IND-medewerker denkt iedereen binnen de IND wel aan een kind of een gezin dat in een vergelijkbare situatie zat en wel is uitgezet omdat het hun niet lukte de media te bespelen. Ja, dus er zitten op dit moment kinderen in een ver buitenland die wel al uitgezet zijn, maar nog schrijnender dan Lily en Howick. Maar bij wie het gewoon niet gelukt is om onder de aandacht van Peter Redevries en Jesse Klaver te komen. Barmhartigheid is mooi en ik voel dat zelf ook als ik die schrijnende gevallen op tv zie. Maar media-hypes kunnen ook leiden tot meer onrecht. Het talkshow, pardon, lijkt sympathiek, maar tv-programma's zijn misschien niet de plek om het immigratiebeleid te bepalen. Maar oké, nu jullie hier toch zitten, jongens, goed nieuws. Jullie zijn lang genoeg op televisie geweest voor een talkshow, pardon. Nu alleen nog even weglopen en onderduiken. Ik bel Peter Redevries alvast. Hebben we vanavond een Amber Alert, liggen morgen de paspoortjes klaar. Rennen, jongens, rennen, onderduiken! Malika en Jaro, wegwezen! Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor Fries suikerbrood? Abonneer dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.